Ik ben Bram, dit is mijn Corsa en mijn Instagram is corsair.de. Vandaag, Driver Behind the Wheel, is het naar het buitenland dat we weer gaan. Dus vorige aflevering was in Duitsland. Deze aflevering is Nederland. Yes. En de aflevering hierna is ook terug in Nederland. Yes. Cloud Customs goes internationaal, of niet? Nu, vandaag op Opel Corsa. Meer ga ik er niet over vertellen. En ik zou zeggen, heb er zin in, laat een duim omhoog achter. Zijn nog niet geabonneerd? Vergeet zeker niet op abonneren te duwen. Yes, dat zou mij enorm helpen. Dus ik ga vertrekken richting Nederland. En dan zie ik jullie bij de volgende. Alvast bedankt om te kijken. En big kiss. Yes. Waarom? Ik ben begonnen met auto's. Ja, het begon eigenlijk al iets eerder met scooters. En dat liep al gauw uit de hand, zeg maar. Tot volledig aangepaste scooters. En ja, toen werd je 18, kocht je auto. En ja, dat liep ook weer uit de hand. Laten we het zo zeggen. Toen kwam dit eruit uiteindelijk. Nou ja, eerlijk, ik zocht gewoon een goedkope eerste auto. En deze waren goedkoop in een maand om te rijden als beginnend bestuurder. En ze waren niet heel duur in de aanschaf. Dus daarom de Corsa. Nou ja, het begon met scooters inderdaad. En toen ging het allemaal over naar auto's. En vanuit daaruit kom je met een groepje in de buurt. En ga je op een gegeven moment naar meetings toe. En vervolgens ja, loopt dat een beetje uit de hand. Leer je meer mensen te kennen. En dan ga je steeds verder, steeds meer shows, steeds verder weg. Ja, de uitblinkers die ik dit jaar heb gedaan is voor mij ook wel Bodensee. En ja, GR8 ook wel. Dat waren wel de twee grootste indoors die ik dit jaar heb gedaan en wel de meest leuke. En voor de rest heb ik dit jaar nog indoor Day One World of Cars gedaan en 100% Auto Life. En dan een hoop outdoors nog. Eigenlijk met een setje wielen en een schroefset. Daar begon het eigenlijk allemaal mee. Nou, toen werd die van achter in elkaar gereden. Dus ja, toen moest de schade hersteld worden aan de achterkant. En toen werd er meteen de spoiler mee. Ja, in de schade hebben we gelijk de spoiler meegenomen. En toen op een gegeven moment is de andere grill erin gekomen. We hebben voorbumper aangepast, kentekenplaat uitsparing weggehaald. Ja, toen hebben we eigenlijk vrij lang zo rondgereden, denk een jaar of zo. En toen kocht ik op een gegeven moment een setje andere wielen, een setje rotiforms gekocht. Ja, en dan ja, op een gegeven moment denk je, ik ga toch iets verder. En toen in aanraking gekomen met andere mensen die wel wat verder waren. Die hadden allemaal luchtveringen onder de auto's. Ja, daar ook maar aan begonnen uiteindelijk. In stapjes de luchtvering bij elkaar gekocht. Ik zat toen nog op school, dus alles in stappen bij elkaar gekocht. En uiteindelijk eronder gebouwd. Ja, en toen zat de luchtvering eronder en de rotiforms. Ja, toen dacht ik, dan moet ik toch ook maar naar een setje meerdelige wielen. Dus toen begonnen we met een setje Artex. Toen is uiteindelijk het hele lippenpakket eromheen gekomen. Dus de voorlip, de sideskirts, de achterlip. Dus de originele OPC line kit. Maar af fabriek is die niet zo uitgevoerd, zeg maar. Uitlaat nog aangepast. Ja, toen had ik de Artex eronder, alles eromheen zitten. Maar ik zat met kleurverschil, slechte plekken in de lak. En toen op een gegeven moment, na een hoop over getwijfeld hebben, hebben we hem uiteindelijk compleet overgespoten in Panther Black van Audi. Dat is ook de kleur die op de RS6 zit. Daar is hij uiteindelijk compleet overgespoten. Toen hebben we ook gelijk besloten om de deurstrips eraf te halen, de knipperlichten dicht te lassen, de antennes zijn dichtgelast. Bijna alles in kleur mee laten spuiten. Origineel was hij gewoon opelzwart. Dus dat is gewoon, ja, dat is wel een metallic kleur, maar ja, de Audi zwart zit groen en paars en metallic in. En ja, dat leek me toch wel een leuk effect als je dan toch over moet spuiten, dan net iets anders.
Ja, toen is hij overgespoten. Toen uiteindelijk tegelijkertijd ook nog setje Recaro's van de OPC erin gezet. Omdat het toch, ja, er zat nog het originele interieur in. Dat vond ik niet meer kunnen, dus ook maar eens aangepast. Nou, Recaro's erin, Engels stuur zit erin. Heel veel delen in Alcantara bekleed. Ja, toen ook nog maar begonnen aan de kofferbak inbouw. Dus subwoofer erin, luchtvering in het zicht, twee compressors. Toen begin van het jaar nog maar een nieuw setje wielen gebouwd. Compleet overnieuw op laten bouwen. Eigenlijk eerst setje wielen gekocht, dat ging niet passen. Toen een nieuw setje harten gekocht, die opnieuw laten boren. En toen alle hardware eropheen los nieuw gekocht. En ja, toen was dit tot nu toe het resultaat. De eerste 4 jaar heb ik hem als dagelijks auto gebruikt. Ik heb hem nu bijna 5 jaar. En eigenlijk voor vorige winter met de luchtvering en zo die al een paar keer bevroren was geweest, toch maar besloten om een daily aan te schaffen. Ik ben de laatste tijd wel een paar keer staande gehouden bij ons in de buurt. Maar eigenlijk waren meerdere dingen waren mijn eigen schuld, zeg maar. Net zoals zonder kentekenplaat voorrijden en zo. Ja, het ziet er leuk uit. Je zoekt het randje op natuurlijk. Ja, er zitten wat dingen aan die een beetje twijfelachtig zijn, gespoten achterlichten en zo. Ze vinden het allemaal niet heel leuk, maar ze vinden het ook wel weer vet. Maar het mag niet volgens de wet. Ja, dan zoek je zelf het randje op, dus dan kun je het ook wel verwachten. Ja, de Nederlanders hebben in België eigenlijk weinig problemen, hè? Dus ja, in België rijd ik eigenlijk altijd gewoon zo rond, ook al ja, mag het bij de Belgen niet. Wij komen er eigenlijk bijna altijd mee weg. In principe kan ik hem zo herkeuren. Alleen even de achterlichten wisselen en dan kan hij gewoon opnieuw gekeurd worden. Ja, misschien dat er ooit nog een andere motor in komt, maar we zien wel. Vooral eigenlijk alle kleine details aanpakken. Binnen in het interieur verder afmaken, dashboard bekleden, al dat soort dingetjes. Eerst volgende keer dat hij weer buiten komt is denk ik half 1. Hij gaat nou de winter, dan de verbouwing, worden er wat dingen aangepast. En dan komt hij na de winter weer buiten. Dit is ook de laatste keer dat hij buiten is geweest.